Zondagmiddag 29 mei organiseert West op zijn best een eendaags wijkfestival in het Westerpark. Het festival is bedoeld voor alle bewoners van Nijmegen Oud-West en de ondernemers van het Honigcomplex. In opdracht van de Allesbender, hier ook gevestigd in de wijk en onderdeel van de HAN, voer ik samen met nog vier anderen de organisatie van het West op zijn best festival uit. Een festival voor wijkbewoners en voor ondernemers van Nijmegen Oud-West en voor ondernemers van het Honigcomplex. Dit jaar wordt de eerste editie, dus voor ons ook heel spannend, maar we maken er een mooie dag van. Tijdens het West op zijn best festival zal er een podium zijn waar een band speelt, waar een smartlappenkoor een optreden gaat verzorgen en een Elvis-imitator. Verder is er een markt met wijkbewoners waar ze hun spulletjes kunnen verkopen of zichzelf kunnen presenteren, kunnen laten zien waarom zij trots zijn op de wijk, wat heel tof is aan de wijk. En verder worden er workshops verzorgd, bijvoorbeeld door First Thing First van de Honig of het danslokaal, maar ook een capoeira-workshop. Voor kinderen hebben we een springkussen, er komt bubbelvoetbal, er kan gesminkt worden, er komt iemand die hele grote sculpturen kan maken van bellenblaas. Dus voor kinderen is er genoeg te doen en dan hebben de ouders ook genoeg tijd en energie om lekker van het festival te genieten.